Boa noite, Surinameses. En welkom vanuit Beiramar, Fortaleza. Het is 's avonds en vandaag is zondag. En tevens onze laatste WK-update vanuit Fortaleza. 10 dagen lang is er een topproductieteam van QN Sport hier geweest. En natuurlijk onze vriend Stefan Smit, onze commentator, die zijn debuut gemaakt heeft via QN Sport op STCN TV. Waar we vandaag gaan vooruitblikken op drie wedstrijden te weten. Nederland tegen Chili, Brazilië-Cameroen en natuurlijk Mexico tegen Kroatië. En we gaan natuurlijk kijken naar sfeerbeelden van de ontmoeting tussen Ghana en Duitsland gisteren in Fortaleza. Steve Feigo. Fawakamimati. Boom. En je ziet het ook, los van het Spaans, het Portugees, het Nederlands, beheerst hij ook nog even Sranantongo. Lekkere sfeer hier zondagavond. Beiramar is altijd druk hier, trackplacer eigenlijk. Veel supporters op de been. Veel supporters, veel Duitsers natuurlijk de afgelopen dagen hier, wat Ghanezen. Het loopt allemaal gezellig door elkaar. Omdat het onze laatste aflevering is en we gaan vooruitblikken naar Nederland en Brazilië, zijn de kleuren vandaag een beetje in Nederlands elftal en in Brazilië. Steve is van Nederland, ik ben van Brazilië. Als Nederland groephoofd wordt en Brazilië ook, dan ontmoeten we elkaar in de finale. Zou kunnen. Ja, ja, nou, dan geven we elkaar de hand, dan drinken we er eentje gezellig en dan gaan we naar een heerlijke pot voetbal kijken. Zie je wel, en daar zal ik geen voorspelling doen, maar dat doen we ook niet, want we zijn natuurlijk pas op deze zondag. Nou, gisteren hadden we Duitsland tegen Ghana. Steve, wat een prachtige sfeer in het stadion. Geweldig was het. Die Duitsers maken sfeer, die waren toch met 5.000-6.000 man aanwezig. Heerlijke sfeer. En als we praten over een heerlijke sfeer, onze cameraploeg onder leiding van Katusha Sanchez samen met Sergio Matthew en Amit Binda met ons waren we aanwezig. En ze legden de beelden vast buiten het stadion en ook binnen het stadion. Geniet maar van de prachtige momenten die door de cameraploeg van QN Sport exclusief zijn vastgelegd. En dat waren de prachtige momenten die vastgelegd zijn. Natuurlijk gisteren in het Castelao Stadion bij de ontmoeting Duitsland tegen Ghana. En vanaf morgen beginnen alle wedstrijden simultaan in alle pools. We weten allemaal dat de FIFA ooit dat heeft weten te tackelen vanwege omkoopschandaal in 1978, waarbij Brazilië nog moest uitkomen in een ontmoeting tegen Polen. Dat werd 3-0. En later op de avond speelde Argentinië tegen Peru. En daar werd het 6-0. En later is het toch wel bewezen dat die wedstrijd natuurlijk weggegeven is geworden toen in 1978. Ook de doelman van Peru had dat toen bekendgemaakt.
En dat is eigenlijk de reden geweest dat wedstrijden daarna simultaan beginnen. Alleen om, ja, heet vandaag is het matchfixing, om wedstrijden niet meer te krijgen, Steve. Jazeker, dat is ook dat is een hele goede beslissing geweest. Want in het verleden, wat jij aangeeft, zijn er rare dingen gebeurd. En gelijktijdig spelen, dan, daar voorkom je dat. En dan blikken we naar de pool van Nederland. Dat was de pool B met Nederland, Spanje, Chili en Australië. Iedereen dacht wereldkampioen Spanje gaat als nummer 1. Ja, en Nederland moet het maar zien uit te vechten met Chili voor de tweede plaats. En Australië, ja, die was gekomen om even 3 wedstrijden te spelen. En nog even $5 miljoen van de FIFA te krijgen. Want meedoen aan 3 wedstrijden wordt nog over $5-6 miljoen gestort op de rekening van de bond. Het is anders afgelopen. Wereldkampioen Spanje kreeg een dreun van Nederland. Ging naar huis. Chili pakte beide wedstrijden morgen Nederland tegen Chili. Steve, een duel die uitgevochten zal worden, want geen van beide landen hebben punten laten schieten, hebben goed voetbal geleverd en nu gaat het wel om plaatsen, want denk je wel dat zowel Nederland als Chili niet op de tweede plaats wil eindigen om alvast Brazilië niet tegen te komen? Zeker, dat is voor beide landen erg belangrijk, denk ik, en ze zullen er alles aan doen eerst in de pool te worden. Bij Nederland hebben we natuurlijk een aderlating omdat Robin van Persie er niet is. Wordt er iets minder voor Nederland morgen tegen Chili? Ja, het is denk ik niet alleen van Persie. Er is ook Martins Indy zal er waarschijnlijk niet bij zijn. Daarbij is ook de vraag, de Guzman en de Vrij staan beide op scherp wat geel betreft. Hè? Dus die zullen heel misschien gespaard worden. Nu denk ik dat de Vrij wel gaat spelen sowieso omdat Martins Indy er niet is. Maar misschien dat die Guzman er ook wel buiten laat. Dus ze zullen met wat andere jongens voor de dag komen ook. Natuurlijk hangt het Nederland zelfs al niet van 1 of 2 spelers. Van Persie en Robben nemen het wel op sleeptouw. Maar Steve, los van dat soort jongens, heeft Nederland toch ook een hele sterke bank? Ja, natuurlijk wel. Dat is afgelopen keer gebleken met de Depay die je erin kan zetten. Uiteraard hebben we Huntelaar. We hebben Lens. We hebben gewoon een goede bank met snelle goede jongens. Zowel in elke linie kan Van Gaal uit de voeten met zijn wisselspelers. Chili pakte 2 wedstrijden de volle winst. Ook wereldkampioen Spanje moest daaraan geloven. Sanchez speelt een hele belangrijke rol. Vidal moet je niet onderschatten op het middenveld. Wat voor soort wedstrijd krijgen we morgen? Waar we weten dat beide landen eigenlijk gaan voor de volle winst. We krijgen weer denk ik een wedstrijd zoals we al heel vaak hebben gezien. Waar zowel Nederland als Chili voor de volle winst gaan. En dat belooft weer wat leuks te worden. Denk jij dat Van Gaal kiest voor een andere tactiek? Hij begon voor het toernooi met een 5-3-2 systeem. Dat heeft goed uitgepakt. Ja, winst tegen Spanje, groot. En daarna ook natuurlijk winnen van Australië. Is Van Gaal een type trainer die zegt van never change your winning team? Ja, dat denk ik wel. Maar nu zal die wel moeten. Hetgeen wat ik net aangeef. Zullen er wat wijzigingen zijn? Of dat ook wijzigingen in de tactiek zijn, weet ik niet. Wel is er in Nederland ook een hoop te doen om die nieuwe tactiek. En we hebben nu tegen Australië gezien waar 5-3-2 werd begonnen. Dat liep niet helemaal naar wensen. Want Nederland stond behoorlijk onder druk. Toen dat om werd gegooid eigenlijk. Toen de Depay erin kwam. Werd het gewoon het oude systeem, hè, wat de Nederlandse school. En kon Nederland wel wat meer druk gaan zetten. Dus misschien denkt hij, nou dat is ook leuk geweest. Dan laten we proberen hoe dat uitpakt. Aan de andere kant, Chili speelt bijna een thuiswedstrijd. De Zuid-Amerikaanse landen zijn met duizenden supporters hier. In Rio bij de laatste wedstrijd Chili-Spanje. Bijna 30.000 toeschouwers in het Maracana-stadion. Zit Nederland op dat stuk in het nadeel? Ja, wel, er waren er 30.000. Dat moet fantastisch geweest zijn. Daarbij is wel, moeten we wel zeggen, dat Santiago de Chili vrij dicht bij Rio ligt. Dit is natuurlijk weer een heel stuk hierheen. Dus ze spelen nu natuurlijk niet zo dicht bij huis, maar er zullen er weer veel zijn. En dat kan een nadeel zijn. Hoewel ik denk dat die Nederlandse jongens na 2 wedstrijden zo lekker in de vel zitten dat niet uitmaakt. Als we nagaan dat natuurlijk Alexis Sanchez de man is van Chili. Vidal gaat op dit moment in Europa door als een van de beste middenvelders die uitkomt bij Juventus. Denk jij, als je kijkt naar hoe Nederland gespeeld heeft in de afgelopen 2 wedstrijden, dat Sanchez een speciale mandekker krijgt? Nee, dat denk ik niet. Dat zou ook niet nodig moeten zijn. Hè? Met de Vlaar en met de Vrij zit je daar sterk in je centrale verdedigers. Dus die zullen beide Sanchez opvangen wanneer nodig.